Als de gemeente haar werk had gedaan, waren er bij de flatbrand in februari geen doden gevallen. Dat zegt branddeskundige Fred Vos. Hij doet aangifte tegen de gemeente Nijmegen. Goedenavond. Bibliotheken sluiten, daar moet de gemeenteraad nog maar eens over praten. Burgers in Neder-Betuwe sturen de raad naar de vergadertafel. Maar of dat gaat helpen? De bibliotheek is een van de grote posten. En wij denken dat we het op een andere manier goedkoper kunnen organiseren. En schaatsen. Hollandse kan het niet, maar steeds minder mensen doen het. Onterecht. Schaatsen is eigenlijk het allerleukst. Dood door schuld, voorwaardelijke opzet, zware mishandeling en vernieling. Dat verwijt branddeskundige Fred Vos, de burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Nijmegen. En daarom heeft hij aangifte tegen ze gedaan. Aanleiding is de brand in seniorenflat De Notenhout in februari, waarbij 4 doden vielen. Volgens Vos was dat te voorkomen geweest. Branddeskundige Fred Vos vindt dat het gemeentebestuur van Nijmegen indirect verantwoordelijk is voor de 4 doden die bij de flatbrand vielen. Hij deed een beroep op de wet openbaarheid van bestuur en concludeert onder andere dat er niets deugt van de bouwvergunning van de flat uit 1993 en van de vergunning voor verbouw van de cafetaria dat onder de flat ligt en waar de brand ontstond. Er zijn door de brandweer adviezen uitgebracht en die adviezen zijn genegeerd. En als die adviezen waren gevolgd, had de brand zich zo nooit kunnen ontwikkelen. Dan waren er nooit deze hoeveelheden gifgassen geproduceerd door de aankleding van het gebouw. Want daar werd op gewezen in die brandweeradviezen dat daarop gelet moest worden. Dat is dus niet gebeurd. De brandwerendheid van de cafetaria en de brandwerendheid van de onderste vloer, daar is op gewezen. Tenminste 30 minuten. De verantwoordelijkheid voor het afgeven van de vergunning ligt bij het gemeentebestuur. In het onlangs gepresenteerde onderzoek van het Openbaar Ministerie en het Instituut voor Fysieke Veiligheid is geconcludeerd dat er bij de bouw fouten zijn gemaakt, maar dat deze zijn verjaard. Volgens Vos ligt dat bij de vergunning anders. Men kan hier misschien ook wel het trucje verzinnen van het is verjaard, maar dat is voor burgemeester en wethouders en gemeenteraad natuurlijk niet zo. Want die moeten zorgen voor handhaving. En bij die handhaving zou je dit hebben moeten ontdekken, dat het niet klopte. En die handhaving is ongoing business, die verjaart niet. Maar die inspecties rammelden volgens Vos dus aan alle kanten en daardoor kwam niet aan het licht wat er allemaal niet deugt op het gebied van de brandveiligheid. Dat komt volgens hem in het officiële onderzoek niet aan bod. Bij de presentatie daarvan werd zoveel informatie gegeven dat het alleen maar afleidde, zegt Vos. Zo begon burgemeester Bruls bijvoorbeeld over rookmelders. Dat is uitermate dom en pervers. Als je het rapport leest, dan is er bijvoorbeeld 1 persoon die vanuit het flatgebouw gealarmeerd is geworden door een rookmelder. En die heeft de brandweer gebeld met de mededeling dat hij zijn woning niet kon verlaten. Nou, tel uit je winst. We praten erover door met verslaggever Annemieke Schakelaar op de redactie. Annemieke, dat zijn forse aantijgingen die Vos doet. Ja, dat is niet niks. Hij vindt echt dat deze doden niet hadden hoeven vallen als de gemeente beter haar werk had gedaan. Nou, de gemeente zegt ja, maar het Openbaar Ministerie heeft onderzoek gedaan en ziet geen reden om ons te vervolgen. Dus er valt ons niets te verwijten. Nou, ik heb ook een aantal raadsleden gesproken. Die zijn wel geschrokken van deze aangifte, want het is ook nogal wat hij ze verwijt. Maar ze zeggen ook, ja, deze meneer is niet helemaal onomstreden. Hij wordt wel een querelant genoemd, een pain in the ass in de brandweerwereld. Maar hij is wel heel deskundig. Hij is bijvoorbeeld als gerechterlijke deskundige betrokken geweest bij de vuurwerkramp in Enschede en ook bij de Schipholbrand. Nou heeft Vos aangifte gedaan. Is die aangifte kansrijk? Daar heb ik over gesproken met een strafrechtdeskundige en die zegt, ik denk het niet. Er is ooit een arrest geweest wat bepaald heeft dat een overheid niet vervolgd kan worden voor een typische overheidstaak. Dus als de gemeente iets doet wat echt alleen de gemeente kan doen, dan is de gemeente immuun voor vervolging. En dan zou vergunning, verlening, handhaving onder kunnen vallen. Vos ziet dat anders. Hij zegt nee, dat arrest gaat niet over vergunning, verlening. Dus ik zie toch echt nog wel een mogelijkheid voor vervolging. Annemieke, dankjewel. Het is een probleem dat al jaren speelt. Bibliotheken die dichtgaan vanwege bezuinigingen. In de gemeente Neder-Betuwe proberen ze tij nog te keren. 3 inwoners proberen daar via een burgerinitiatief 4 bibliotheken in de gemeente open te houden. Een meerderheid in de raad lijkt namelijk voor een forse bezuiniging.
Het is geen grote bibliotheek hier in Opheusden. Maar de 4 vestigingen in Neder-Betuwe kosten volgens VVD, SGP en het CDA met ruim 255.000 euro per jaar gewoon te veel. Er moet bezuinigd worden. De bibliotheek is een van de grote posten. En wij denken dat we het op een andere manier goedkoper kunnen organiseren. De gemeente heeft afspraken met Bibliotheek Rivierenland, die bijna alle gemeentes in het rivierengebied bedient. Maar die afspraken moeten volgens de partijen dus mogelijk op de schop. Niet doen, zeggen de initiatiefnemers van het burgerinitiatief. De bibliotheek in Neder-Betuwe die fungeert een bijzondere rol. Vanaf educatie, vanaf jong tot oud. De laaggeletterdheid in het rivierengebied is groter dan in veel andere regio's. Daarom wil het CDA niet van alle voorzieningen van de openbare bibliotheek Rivierenland af. Zoals de mediacoach op school. Dan willen we toch graag die school en mediacoach toch wel in stand houden. Daar heeft u geld voor over? Daar hebben we geld voor over, ja zeker. Maar de bibliotheek Rivierenland gaat voor het totaalpakket, inclusief de bibliotheken in Neder-Betuwe. De coalitiepartijen denken aan alternatieven, zoals de al gedeeltelijk bestaande bibliotheken van kerken. Voor de bibliotheek van de kerk dan ben ik zeer bang dat er op toch gecontroleerd wordt wat voor soort boeken daar liggen. Wij willen een openbare bibliotheek die voor iedereen toegankelijk is, voor elke geloofs- en levensovertuiging die er is. Ruim 1500 handtekeningen zijn genoeg voor de initiatiefnemers om het burgerinitiatief vanavond officieel in te kunnen dienen. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk volgende week een besluit over de toekomst van de bibliotheken in Neder-Betuwe. De Radboud Universiteit heeft er 2 gloednieuwe onderzoeksfaciliteiten bij. Een kassencomplex om onderzoek te doen naar een bijzondere collectie planten. En daarnaast is er Felix, een laboratorium waar infrarood licht wordt gebruikt om meer te weten te komen over moleculen. Morgen is de officiële opening, maar wij namen vandaag alvast een kijkje. Dit gevaarte staat sinds enige tijd in een soort bunker in de kelder van het nieuwe laboratorium. Dit is de vrije elektronenlaser Felix. Wij zeggen de grootste laser van Nederland. Bestrijkt een hele groot deel in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. Dus licht dat we niet kunnen zien. Maar wat je wel voor een hele hoop verschillende ook experimenten kunt gebruiken. Voor het onderzoek van moleculen en materialen, structuureigenschappen, dynamische eigenschappen van deze materialen te onderzoeken. 3, 2... Het infrarode licht is dus niet zichtbaar voor ons, maar het kan bijvoorbeeld wel dit. Ja, nou dit was dus een demonstratie-experiment. Hier zie je weer de buis, hier is een andere uitgang voor Felix. De straal kwam hier uit over die spiegels op het plaatje waar we dus het logo van Felix ingebrand hebben. En dan krijg je uiteindelijk dit glasplaatje. Interessant en bijzonder. En dat geldt ook voor het misschien iets minder abstracte onderzoek in het nieuwe moderne kassencomplex. Een flinke vooruitgang ten opzichte van de oude kassen van de universiteit. De omstandigheden hier die zijn veel beter voor de planten. De condities zijn veel constanter. Er zitten minder ziektes in de planten, minder ongedierte. Dus dat is een stuk beter voor ons onderzoek. De jonge onderzoekster kan ook hier voor haar eigen projecten prima uit de voeten. We gaan nu naar een ruimte waar ik zelf onderzoek doe, naar hittestress bij tomatenplanten. En dit is een klimaatcel waarbij de tomatenplanten bij hoge temperatuur kunnen groeien. En zo kun je in deze kassen nu dus veel meer onderzoek doen dan voorheen. Waarin een klein dorp groot kan zijn. Klarenbeek loopt de hoop, want de feestzaal moet blijven. Nou, het gevoel is dat ons iets afgepakt wordt. De brand die afgelopen weekend woedde op camping Herenwaarde in de gemeente Maasdriel is aangestoken. Bij de brand ging een chalet in vlammen op. Het huisje stond al een tijdje leeg. Niemand raakte gewond. Het is de tweede keer in korte tijd dat er brand woedde op de camping. Vorige week werd ook al het centrale gebouw in de as gelegd. Die brand bleek niet aangestoken. De politie gaat nu camerabeelden van de camping bekijken. Op het beeldmateriaal hopen ze mensen te zien die niet op de camping thuis horen. 2 paarden in de omgeving van Keijenborg zijn ziek geworden na het eten van onrijpe eikels. 1 dier is er zelfs aan overleden. Dat meldt een dierenartsenpraktijk in Vorden. Onrijpe eikels bevatten een hoog gehalte aan tannine. Deze stof kan verstopping, diarree en in ernstige gevallen maag-darmontsteking veroorzaken bij met name koeien, schapen en paarden. Vooral de groene eikels en ook de eikenbladeren zijn gevaarlijk. Eikelvergiftiging bij paarden komt bijna nooit voor. Maar dit jaar vallen er extreem veel eikels en is het gras in de wei relatief kort.
Volgens de dierenartspraktijk kunnen eigenaren weinig doen, behalve de gevallen eikels opruimen en het stuk grond waar de vruchten liggen omheinen. Daklozen die overlijden hebben vaak geen familieleden die hun uitvaart verzorgen. Ze worden dan begraven op kosten van de gemeente. Maar wie denkt nog aan ze als ze eenmaal begraven zijn? De Nijmeegse straatkerk Het Kruispunt richt een speciaal plekje in op begraafplaats Jonkerbos. Daar worden nu jaarlijks de overleden daklozen herdacht. Die me troosten, die me dragen naar een waterrijk domein. En de leegte in mijn dagen slechts van gisteren zal zijn. Het is voor mij heel belangrijk omdat ik die mensen ook gekend heb. Echt daadwerkelijk gekend heb. En die tegeltjes die erop liggen, die witte tegeltjes, die heb ik vanmorgen nog in alle vroegte er nog opgelegd. Wij doen dat gewoon. Wij doen dat uit ons hart. Op de Nijmeegse begraafplaats Jonkerbos komen daklozen vandaag bijeen om bekende, maar ook geheel onbekende overleden daklozen te herdenken. En samenkomst is precies waar het om draait. We hebben ook vaak te maken met families, mensen die uit een gebroken gezin komen. En dat deze plek toch op de een of andere manier weer helend werkt in zo'n familiegeschiedenis. Nu er een speciaal plekje is om de overleden daklozen te herdenken, worden ze minder snel vergeten. De vorige keer dat we hier kwamen lagen er in één keer andere stenen. Dan zien we weer zo'n bos bloemen staan, een kaars die er neer wordt gezet. Dus het is echt een levende plek in het worden. Klarenbeek, een dorp van 3500 inwoners, haalt meer dan 5000 handtekeningen op voor het behoud van hun feestzaal. Het dorp is sinds een week in rep en roer, omdat de gemeente Apeldoorn het bestemmingsplan van zalencentrum De Nieuwe Zweep wil aanpassen. Er zou namelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Volgens de eigenaar betekent dat de doodsteek voor het centrum. Nou, het gevoel is dat ons iets afgepakt wordt. Hè. Het staat hier al 101 jaar en iedereen die hier woont, die weet niet anders dan dat de Nieuwe Zweep er is. Als dat ook verdwijnt, ja, wat houden we dan over? Nou, welkom. Hier zijn jullie in een van de twee grote feestzalen van de Nieuwe Zweep. Hier is elk weekend feest, in ieder geval elke zaterdag. Door de week hebben we hier bijeenkomsten, vergaderingen en in het weekend vaak bruiloften en partijen. Klarenbeek en de Nieuwe Zweep. Nou ja, eigenlijk Café Neut, de bijnaam van de oude eigenaar. Ze horen bij elkaar. Altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Tot vorige week, toen de gemeente Apeldoorn een klein bommetje op de deurmat van cafébaas Hans Bos liet vallen. Ze hebben ons eigenlijk naar huis gestuurd met de mededeling van... We gaan jullie terugschalen van horeca categorie 2 naar horeca categorie 1. En dat houdt feitelijk in dat je hier eigenlijk alleen maar uitvaartdiensten kunt organiseren. En eventueel een bijeenkomstje zonder versterkt geluid. Dat moet eigenlijk, zo moet je eigenlijk zien. Je hebt feesten en partijen nodig om dit financieel haalbaar te houden. En om hier ook wat te verdienen. En met deze bijeenkomsten, en dat zal vooral door de week zijn en af en toe in het weekend. Maar dat zijn... niet de inkomsten waar je het van moet hebben. Het besluit is het slotstuk van een al langlopende kwestie over geluids- en parkeeroverlast. Tonnen investeerde de cafébaas de afgelopen jaren en in samenspraak met de gemeente werd er een plan gemaakt om de overlast nog verder in te perken. Nou, hier zie je wat aanpassingen die we hebben gedaan. We hebben de hele dikke deur ingezet, 8,3 centimeter dik. Een kleine indruk van hoe dik de wanden zijn. Kleine 35, 40 centimeter dik, geïsoleerd. We hebben hierboven wat ramen dichtgemetseld. Misschien kun je het nog zien, we hebben het wel laten verven. Maar hier zaten al 16 Maar ramen. Volgens de gemeente Apeldoorn gaan die maatregelen niet ver genoeg. We hebben het afgelopen anderhalf jaar met de Nieuwe Zweep veelvuldig overleg gehad. En ook hun de kans geboden om een rapport te overleggen waaruit blijkt dat we die feestzaal wel kunnen bestemmen. Maar daar hebben we wel een deadline aan moeten stellen. En die deadline was nu ongeveer, zeg maar. En de conclusie van het laatste rapport wat we gekregen hebben van de Nieuwe Zweep is dat het onvoldoende onderbouwing biedt. Dus moeten we als college een keuze maken. Klarenbeek staat inmiddels op de achterste benen. Duizenden mensen tekenden een petitie. En vorige week nog woonden de honderden inwoners een actiebijeenkomst bij. Want die Nieuwe Zweep,
dat is meer dan zomaar een café. Nieuwe Zweep is de kroeg, is het café van het dorp en ook de enige die we hebben. Dus ja, we komen hier samen, we luiden hier het weekend in en er worden hier vergaderingen gehouden. De jeugd komt hier samen. We hebben een grote feestzaal hier en die feestzaal die wordt gebruikt voor carnavalsfeesten, maar ook voor andere activiteiten die wij onder andere organiseren als de Neutenkrakers. Ook Klarenbeeks Belang maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond het café. Ja, de angst is natuurlijk dat als de bestemming van de feestzaal af zou gaan, dat natuurlijk de exploitatie van het hele gebeuren wel toch stevig onder druk komt te staan. En dan raken we ook een ballenbak kwijt en dan raken we ook een kroeg kwijt en dan raken we ook een cafetaria kwijt. We zijn ook heel bang dat het hier dicht gespijkerd wordt en aan deze grote weg dat we hier gewoon een vervallen pand hebben staan. En dat is gewoon niet goed voor de buurt, is niet goed voor het dorp. Inmiddels lijkt de verwarring compleet, want in een persverklaring laat de gemeente Apeldoorn weten naar een oplossing te willen streven. Daar gaan we graag gesprekken over aan. Dus we hebben gisteren bij de Nieuwe Zweep gesproken en de komende week zitten ook de technische mensen weer met elkaar aan tafel om het gesprek aan te gaan. Maar feit is en blijft, ik heb een goede onderbouwing nodig om een bestemmingsplan Raad van State proef te maken. En om daarmee zeg maar ook een goede juridische onderbouwing voor de Nieuwe Zweep te kunnen geven. Voor het dorp is van groot belang dat dit blijft. Daar zou ik ook tot laatste snik voor strijden. Ja, ze laten er niet bij zitten, de Klarenbeekers. Vanavond zullen er zeker 3 bussen met inwoners naar Apeldoorn gaan om de gemeenteraad duidelijk te maken dat Klarenbeek zonder de Nieuwe Zweep geen Klarenbeek meer is. Het is Oerhollands, gezellig en ontzettend leuk. Toch lijken we het veel minder te doen dan vroeger. Schaatsen. Uit cijfers van de KNSB blijkt dat het ledenaantal van de schaatsbond de laatste jaren met 16% is gedaald. Schaatsen. Wat is er nu leuker om te doen in de winter dan schaatsen? Hollandser wordt het niet. Door weer en wind in de vrieskou kilometers vreten over zere sloten, rivieren en plassen. Vroeger en nu. Voor het plezier of juist voor de overwinning? Olympische dromen starten op de schaatsbaan. Waar anders dan in Nederland? Zelfs vandaag de dag nog. Hier in Nijmegen bijvoorbeeld. Hoe jammer zou het zijn als al die folklore verloren gaat? Dat zou heel jammer zijn, denk ik. Het is een mooie activiteit voor de winter. Omdat het ook iets wat bij de Hollandse winters is hoort eigenlijk en zo. Omdat het een geweldig mooie sport is en het helemaal bij Nederland hoort en bij de winters die we kennen. Nou ja, het is een Nederlandse traditie, dus in die zin denk ik dat vrijwel alle Nederlanders dat heel erg jammer zouden vinden. En niet alleen de oudjes vinden dat. Nee, schaatsen is voor alle leeftijden. Het is leuk. Maar je kan heel snel, maar ook heel slow. Dat je hard kan en trucjes kan doen. Bijvoorbeeld dat je gewoon rondjes gaat draaien. Schaatsen is eigenlijk het allerleukst. En daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten. Want zeg nou zelf, deze plaatjes zijn toch onbetaalbaar? Het weer dan, met Jordi Bloem. De dag begon grijs met lage bewolking, maar die trok weg. Uiteindelijk kregen we stukken blauwe lucht. Het zag er even heel zonnig uit. In de loop van de dag kwamen ook wel enkele wolkenvelden opzetten. Maar de regenbewolking, ja, die blijft lekker op afstand ook de komende dagen. Dankzij de invloed van een hoge drukgebied boven het oosten van Europa. En de uitloper van het hoge drukgebied reikt tot onze omgeving. Nou komt er vanuit het westen wel een regenfront aan, maar dat strand in het zicht van de haven, we zien er alleen wat sluibewolking van morgen. Dus over het algemeen veel ruimte voor de zon. Nou, vanmiddag trokken enkele wolkenvelden van zuid naar noord, veel meer bewolking. Was er vanmiddag in Zeeland lage bewolking met mist vanuit België. Nou, bij ons is het vanavond en komende nacht vrij helder met alleen wat sluibewolking. Het koelt vannacht af tot een graad of 7 en er staat een zwakke zuidoostelijke wind. Er ontstaat hooguit een enkele mistbank en het wordt ook wat nevelig, maar geen uitgebreide mist, want de aangevoerde lucht is vrij droog, ook morgen. Op enige hoogte is de lucht vochtiger en dat uit zich in af en toe wat sluibewolking, dunne hoge bewolking, ja, waar de zon goed doorheen komt. Dus een vrij zonnige dag morgen in Gelderland. Nog steeds staat er weinig wind, een zwakke tot hooguit matige zuidoostelijke wind, 2 à 3 boven. En de temperatuur komt morgenmiddag uit op een graad of 15. En dat is vrij zacht voor deze tijd van het jaar, voor eind oktober, want gebruikelijk is een graad of 12. Nou, ook zaterdag mooi weer, denk ik, volop zon, een graad of 15 wordt het. En vanaf zondag ja, zijn we gevoelig voor vochtigere lucht. Dat kan dan resulteren in veel lage bewolking en mist, maar dat is nog een beetje onzeker. Het wordt een graad of 15, maar mocht het nou de hele dag grijs zijn, ja, dan is het kouder. Dit was Gelderland Vandaag.
Branddeskundige Fred Vos wil de gemeente Nijmegen voor de rechter slepen. Volgens hem is de gemeente ernstig nalatig geweest en zijn er onnodig mensen overleden bij de brand in een flat in februari. Meer leest u op gld.nl. Daar ziet u later vanavond ook hoe een aantal Vitesse-fans het gevecht aangaat tegen de overtollige kilo's. Nog een fijne avond. Dag!